Je bent 6 jaar en dan rust op jou de belangrijke taak om de kerkklokken te luiden. Een spannend moment voor Sarah ten Brummelaar. Het was de aftrap van de jaarlijkse actie Kerkbalans in Markelo. De kerk benadert dit jaar voor het eerst ook niet-leden om geld te geven. We hebben eigenlijk gemeend dat we op een andere manier het hele dorp erbij willen betrekken. Want we hebben, ja, in Markelo is er 1 kerk, 1 protestantse gemeente. En de kerk hier in Markelo is van ons allemaal. Dus we vinden ook dat we met z'n allen daarvoor verantwoordelijk zijn. De kerk is een monumentaal pand en niet zo geschikt voor andere activiteiten dan kerkdiensten. Daarvoor wijkt de kerkelijke gemeente uit naar de Martinushof. Het centrum is eigendom van de kerk en er gebeurt van alles. Enjoy is hier, de Britsclub is hier, de jeugdclub, de knutselclub, Hessenheemfonds. Tal van activiteiten. Zo heeft de heemkundevereniging er haar onderdak, er worden tweedehands boeken verkocht en koren repeteren er. Maar waarom meebetalen aan de kerk? Met het geloof zelf heb ik zelf een praktijk voor spirituele therapie. Dus om specifiek te zeggen dat ik iets met het protestantse geloof heb, is dan iets te ver. Maar ik vind wel dat het instituut kerk behoud moet blijven. En daar is geld voor nodig. En dat vind ik heel erg terecht dat daar een collecte voor gedaan wordt. Ja. En er zijn gewoon 3 dingen belangrijk in een kleine gemeenschap als dit. Ja, dat is de voetbalclub in Markelo. En ik voetbal zelf helemaal niet, maar dat zijn wel belangrijke dingen omdat het voor iedereen toegankelijk is. En dat is de kerk en dat is de fanfare. Want de fanfare die gaat ook door het dorp heen. Ja, dat zijn gewoon belangrijke dingen voor een dorp. Heeft de kerk Markelo zo hard nodig? De kerk heeft Markelo nodig. En Markelo heeft de kerk ook vooral nodig. Want een kerk is een centrale plek in een dorp. Sociale omstandigheden bij mensen worden steeds moeilijker. En ook daarin heeft de kerk een opdracht. En ook al ben je geen lidmaat van de kerk, is het toch zo dat je altijd op de kerk een beroep kan doen. De kerkraad wil er zijn voor iedereen. Alsjeblieft. Wat vindt u daarvan dat ook mensen die geen lid zijn van de kerk worden benaderd? Dat vind ik heel goed. Want heel veel mensen die willen toch, als ze gaan trouwen of als ze overlijden, willen ze toch graag dat in de kerk laten gebeuren. Want de kerk is van iedereen. Mensen kunnen hun envelop met een toezegging in een bus doen. Het geld wordt ondergebracht in een speciale stichting. Ik ben zelf Rooms-Katholiek, dus ik ben katholiek opgevoed van vroeger uit. Kerkbezoek is wat minder geworden, maar nog steeds wel gelovig. Ja. En bent u dan ook bereid om aan deze protestantse kerk bij te dragen? Ja, absoluut. Absoluut. Zeker als nabestaande. Ik voel dat gewoon een beetje als mijn plicht om dan gewoon ook een bijdrage te leveren. Omdat je ook gewoon gebruik maakt van de diensten van de kerk. Met bijvoorbeeld de kerst maken wij ook gebruik met onze activiteiten om op het kerkplein een kerstmarkt te organiseren. Dus ja, ik vind gewoon dat is ook een wederdienst die je dan gaat doen.